miljoen euro. Maar wij zijn de enige die gewonnen hebben. Ja, 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 ja. Oké, rang 1 gaat over een familie, de familie Sterks. Mama, papa en dan 3 kinderen, 2 dochters en 1 zoon. De familie Sterks, op een gegeven moment in de serie, eigenlijk aflevering 1, is het al heel duidelijk. Hè. Ze moeten de lotto winnen, want daarover gaat de serie, over het winnen van de lotto. En wat dat er dan uiteindelijk allemaal gebeurt, achteraf in die 12 afleveringen, is eigenlijk ja, mensen die de lotto winnen, ofwel mensen rondom hen veranderen heel hard ten opzichte van de mensen die dat geld hebben gewonnen. Of verandert die familie heel hard? Dat is allemaal zo te zien, 12 afleveringen lang. Ik weet dat er iets scheelt. Je doet raar sinds de avond dat we de lotto hebben gewonnen. Is dat van u? Ja. Als ik auditie had gedaan, 2 maanden later zat ik in een park met mijn dochter. En er was een man die geld vroeg, iemand die op straat woont. En ik zei, ja, hier, neem maar. En hij zei van, ja, ik hoop dat jij ooit een keer de lotto wint. Omdat hij al heel veel mensen... Ik had hem echt al bij iedereen zien schooien en niemand... Allee, mensen negeren ook andere mensen. Dat is zo echt van, weet je, die bestaat zelfs niet voor ons. Zo. Ik vond dat zo'n verschrikkelijk beeld. Ik zoiets had, ja, van mij krijg je echt wel iets. En daarop was die een heel... dat antwoord was van, ja, ik hoop ooit dat je de lotto wint. Ik zeg, ja, nee, ik hoop dat jij ooit de lotto wint, want ik denk dat jij het meer kunt gebruiken dan mij. En een uur later kreeg ik telefoon van iWorks om te zeggen dat ik de rol had voor de serie. Dus dat was eigenlijk ook een beetje zo van, alright, ik heb mijn eigen lotto toch wel even gewonnen. Zo. Dus dat was wel leuk. Maar wat verwacht je nu van mij? Dat ik voor u kies en de zaak opgeef? Dat jij daar zelfs nog moet over nadenken. Dan voelt je beter nu? Ja. Ik wil dat terug is gelijk vroeger. Nou, dat gaat niet. Als mens naar een andere mens snap ik dat niet. Dat je zo blind kunt zijn dan als jij in je persoonlijke situatie ineens massa's geld hebt, dat je ineens ook blind bent voor de medemens. Dus ik heb zoiets van, mensen die de lotto winnen, die moeten afstaan. Moeten. Voilà. Nu gaan we het krijgen. Is het nu nog allemaal mijn schuld? Dat ga je maar zeggen wat ik moet doen in mijn eigen zaak misschien. Geld maakt in die zin niet gelukkig. Ik denk dat mensen zich wel door dingen te kunnen doen met dat geld een fractie geluk kunnen ervaren. Maar dat dat u als mens binnenin gelukkiger maakt, dat geloof ik niet. Nee. Sowieso zijn er situaties waar dat je in terechtkomt die je met geld ook niet kunt goed maken. Dus ik denk dat emoties nog altijd de bovenhand nemen. Fuck. Oh nee, ik kom naar hier. Wat doe je hier? Ik wil ook zo... Ik zou gewoon graag hebben, omdat het zo'n bescheiden serie is, dat het ineens wel opgelift wordt door dat mensen het graag zien. En misschien is dat wel een goede weg om te bewandelen, om zeer klein te beginnen en hopelijk na 13 afleveringen supergroot te eindigen. I don't know. Ik hoop zo. Ik hoop het echt waar. Wat zou jij doen met zoveel geld? Ook een tournee geven, zeker?